de Spitfire thermische lans kan de gebruiker tal van unieke werkzaamheden uitvoeren. De lans is leverbaar in twee verschillende uitvoeringen. De hier afgebeelde uitvoering is het standaardmodel. De geheel geïsoleerde uitvoering kan gebruikt worden in combinatie met een lasgelijkrichter type inverter. Bij beide uitvoeringen wordt standaard een aanstrijker voor het opstarten meegeleverd. De diverse vervangingsonderdelen zijn los verkrijgbaar en zijn gemakkelijk uitwisselbaar. De diverse elektroden bestaan uit de speciaal elektroden van 4 mm, welke voorzien zijn van een 7 mm verloopstuk. De 7 mm elektroden zijn leverbaar in twee verschillende lengten. En de 10 mm elektroden zijn voor het zwaardere werk. Het aansluiten van de lans bestaat slechts uit het aansluiten van de zuurstofslang op de reduceer van de fles. Breng de werkdruk terug tot 5,5 bar. Hierna de klemmen van de aanstrijker en de lans aansluiten op een 12 volt accu en de lans is klaar voor gebruik. De Spitfire thermische lans is overal en altijd inzetbaar. Na het openen van de zuurstofkraan wordt de elektrode over de aanstrijkplaat gestreken. Door de zuurstofkraan te sluiten stopt de lans direct met branden. En nu aan het werk. U kunt bijvoorbeeld lasnaden uitputsen. Door de snelheid waarop men werkt, wordt er nauwelijks warmte in het omliggende materiaal gebracht, met alle voordelen van dien. Hier ziet u een proplas die verwijderd moet worden. Met behulp van de lans halen wij deze er snel en nauwkeurig uit. De temperatuur van de elektrode is bij accugebruik zo'n 3000 graden Celsius. Indien men de lans gebruikt in combinatie met een lasgelijkrichter, zal de temperatuur stijgen tot zo'n 5000 graden Celsius. Het maken van gaten in alle denkbare metaalsoorten is zo gebeurd. Ook al is het materiaal zwaar vervuild, geroest of nat, het maakt de lans niets uit. Zelfs onder water doet hij probleemloos zijn werk. Het snijden van iedere metaalsoort gaat moeiteloos. De snijdikte of mate van vervuiling is niet van belang voor de lans. Dubbelplaten, damwandsloten, roest van staal, de Spitfire lust ze allemaal. Hier laten wij u zien dat de lans op dwars door een kokerbalk snijdt. Belangrijk echter is dat u zichzelf goed tegen vonken en spetters beschermt. Met de speciale 4 mm elektrode kan men nauwkeurige gaten maken en zelfs vastzitten op afgebroken bouten en draadeinden doorboren. Zodoende kan men op eenvoudige wijze deze snel en zonder beschadiging van de omgeving verwijderen. Zo simpel werkt nu de Spitfire. Het probleem van vastzittende assen, pennen en klinknagels lost men moeiteloos met de lans op. Door het doorboren van de pen maakt men als het ware hiervan een buik. Nu kan men na afkoeling gemakkelijk de pen verwijderen. Dus niet meer heet stoken, beuken en boren. Gebruik de Spitfire en uw probleem is snel verholpen. Zelfs het maken van gaten in steen en beton behoort tot de mogelijkheden.
Speedfire is zodoende onmisbaar in iedere reparatiewerkplaats.